Het bleef niet bij een bezoek aan Santo Boma. De Antilliaanse bewindslieden zijn eerder vandaag, vrijdag 25 augustus, ook ontvangen door de leiding van de Nationale Assemblée, te weten voorzitter Marinus B. Het betrof een beleefdheidsbezoek waarbij de ministers vergezeld werden door hun Surinaamse collega van Justitie en Politie, minister Kenneth Amoksi. De justitieminister legt uit dat ook het contact tussen parlementen van de landen nieuw leven ingeblazen zal worden. Ik heb daarnet een bezoek gebracht, eigenlijk een beleefdheidsbezoek gebracht. De delegatie uit Sint Maarten, de ministers van Justitie, van Sint Maarten, Curaçao en Aduba. Ik heb ze begeleid voor een beleefdheidsbezoek aan de voorzitter van de Nationale Assemblée. We zijn ministers van Justitie, maar we dienen het volk. Voor wat betreft wetgeving, welke wetgevingsproducten ik met ze heb besproken. Ook het contact met de volksvertegenwoordiging op de eilanden. Ik heb van de voorzitter begrepen, onze voorzitter de DNA, begrepen dat er ook een contactplan is met de parlementen, om het zo te zeggen, van de eilanden. En dat dus daar weer nieuw leven in geblazen zal worden. Ze zijn op uitnodiging van mij, zijn ze hier, om te praten over de regionale samenwerking. Ik heb het eigenlijk ook al aangegeven. Dat voor wat betreft de regering, voor wat betreft veiligheid, dat we bezig zijn om de banden aan te halen met onze traditionele partners. Had ik ook genoemd, maar ook regionaal. Weet je, hoe we kunnen samenwerken, hoe we elkaar kunnen ondersteunen, wat we van elkaar kunnen leren, wat we met elkaar kunnen delen. Dus die zaken zijn aan de orde gekomen, niet alleen hier, maar in het bezoek zelf. We zijn bezig een heel strak programma af te werken met ze. Later zijn we bij Bibes, bij de president, en daarna hebben we een vierhoeks overleg met elkaar. Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan de afdeling zware criminaliteit. We hebben ook een bezoek gebracht aan de digitale recherche. En inderdaad, er is een presentatie geweest voor de mensen. En ook onze ervaring met ze gedeeld. Van hun vernemen wij ook hoe zij zaken aanpakken. Het gaat erom dat we elkaar kunnen versterken. Dat we van elkaar kunnen leren. Dat we elkaar kunnen ondersteunen in beleid. Maar dat we ook gaan kijken naar strakkere samenwerking en uitwisseling van informatie. Is er een reden waarom per se deze eilanden zijn aangedaan? En zullen er in vervolg ook andere collega's uitgenodigd worden? Kijk, als het breder gaat in de regio, sowieso met CARICOM, CARICOM Impacts. Ook een heel goede samenwerking. Maar je ziet ook dat deze eilanden, Sint Maarten, Curaçao en Aruba, ook toenadering zoeken. Kan niet anders. Ze zijn in de regio's voor ons. We hebben heel wat Surinamers wonen op deze eilanden die nog steeds goede contacten onderhouden met Suriname. En ook de ontwikkelingen, hun strategische ligging. Voor wat betreft immigratie-issues, veiligheids-issues, zaken als drugs en andere zaken. Dus die uitwisseling hebben we zeker nodig.